Ik weet hoeveel kritiek er geweest is toen wij op een bepaald moment tot een besluit waren gekomen. In dat geval, er is een besluit genomen. Wij gaan naar de IMF. We doen de stand-by arrangement. Als er eenmaal een besluit genomen is, ook al bent u er niet bij betrokken, dat besluit is daar. Laten we onze kanttekening maken, maar laten we werken op basis van de realiteit. Wij hebben ook gezien dat met de goede zijde van de IMF, de goede zijde in die zin, dat men wettelijke regelingen en andere structurele zaken jou voorhoudt voor het gezond maken van je economie. Aan de andere kant zijn het mensen die koud berekenen en verder geen enkele emotie hebben met jouw politieke gevolgen van eventuele maatregelen die je neemt. En dat zou betekenen dat je in een conflict zou kunnen komen. Of in oneenigheid, of in een tempoverschil. Wij willen zoveel als mogelijk dat programma continueren. Die boodschap hebben we gestuurd. Wij willen het programma continueren. Maar stratifatie weer taki, maar if you were who it is, hebben we ook geen probleem om rustig door te gaan zonder jou. Maar dan moeten er alternatieven zijn. En die alternatieven, die hebben wij ondertussen. Kibiri kibiri, bakanti, ik ga daar niet alles van zeggen. Een van ze is ondertussen bekend. Is de zogenaamde 1,8 miljard. Is dat zeker 1,8 miljard. Maar 1,8 miljard voeren. En dat betekent dat wij met z'n allen, willen we daadwerkelijk die 1,8 miljard invullen, dat het all hands on deck is. Het maakt me niet uit welke etnische politieke groep u bent, wat dan ook. Wij mogen deze kans niet voorbij laten gaan. Na de ontwikkelingshulp is het de grootste opportunity. En dat betekent nu dat als mensen willen gaan staken en gek willen doen, want je hebt natuurlijk krachten in de wereld die deze laatste bastion omver willen gooien. Dat wil men. Men vindt dat zoveel geld niet besteed mag worden bij mensen die ze niet onder controle hebben. En ik zie de zware aanvallen. We moeten voorkomen dat het land eronder gaat lijden. Er zijn landen die het veel beter hebben als ons. U bent allemaal in Curaçao geweest, die Gaat Jazz Festival, met de ondersteuning van Nederland. Maar krachten zijn daar bezig. En wie wordt de dupe? Curaçao. Ze branden fabrieken, ze branden huizen, ze branden nodeloos. En wij moeten voorkomen dat dit soort sujetten hier in dit land. Frans-Guyana is eigenlijk Europa. Ze branden daar in Frans-Guyana. Let jou zien. Mensen hebben een goed recht. Ze mogen staken. De VAP heeft opgeroepen om te staken. VAP-actie. Mensen, jullie moeten staken. Ik zou zeggen, laat de VAP'ers staken. Het is in de grondwet. Ze mogen, ik weet niet wie allemaal nog meer oproepen staken. Maar als wij geloven in dit volk, zal welke staking dan ook, dat onoprecht is, welke staking dan ook, dat niet in het belang is van dit land, welke staking dan ook, dat niet gestoeld is op een ontwikkeling voor Suriname en onze kinderen en kindskinderen, welke staking dan ook, het zal mislukken. Dus laat ze staken. Laat ze rustig staken. Als ze één dag hebben gestaakt, desnoods brengen we water en brood voor ze. Laat ze nog een keer staken. We hebben veel werk. Ja, dat was de bondspresident. En iedereen mag hier nu vragen om op te staan.